iedereen vandaag zeker een beetje onderuit, want ik heb geen make-up op. Oké, uitzonderlijk. Ik heb toch stiekem nogal wat concealer opgedaan. Maar vandaag ben ik uitgenodigd om een gelaatsverzorging te gaan doen bij een schoonheidssalon, Schoonheidsinstituut Katrien. Ik zal dat in de bio zetten of hier in beeld de link. En ik mag dus een gelaatsverzorging laten doen in samenwerking met hun. Dat is een keer tof, dat is een keer iets anders. Dus ik dacht, ik neem jullie mee achter zo'n soort samenwerking, want dat heb ik nog nooit niet gedaan. En dat lijkt me wel tof om zo'n beetje sfeerbeeldjes te filmen. Allee, ook hoe dat het eraan toe gaat in dat salon natuurlijk. En ook welke merken ze verkopen, wat dan ze aanbieden enzovoort. Dus ik ga er volop van genieten en ik hoop jullie ook van deze video. Doe zeker een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. Oké, dan gaan we nu vertrekken, want anders ben ik weer veel te laat. Het is wel niet zo goed weer buiten, jammer genoeg. Maar ja, we liggen toch binnen, hè. Op een hopelijk warm bedje. Oké, we zijn aangekomen en het is in een soort van huis. Maar kijk, je hebt dus wel een ruime parking. Daar staat haar bordje. Dus ik was even verkeerd gereden, maar kijk, ik heb het toch gevonden. En ik ben op tijd. Het is 10.25 uur. Ik moest hier om 10.30 uur zijn. Dus het ziet er wel nog nieuw uit. Dus ik ben benieuwd naar hoe de binnenkant eruit ziet en het interieur natuurlijk. Ik kom hier binnen en ik zie al direct super mooie oorbelletjes. En dan ga ik langs hier. Mijn jas heeft ze al aangenomen. En dan komen we in de cabine. Hier ga ik straks heerlijk ontspannen. Hier staan de productjes. De make-up. Voetverzorging dus ook. Ziet er heel gezellig uit. En daar ook voor de nagels. En ik ben benieuwd welke behandeling ik ga krijgen subiet. Ziet er alvast super gezellig uit met zo'n muziekje op de achtergrond. Dus ik kijk er naar uit. Dat is nog een peeling. Ja. Ah, ja, ja. Het is eigenlijk twee peelings. Ah, oké. Okay, ja. Als mijn oren verkoopt, ja. Dus die heb ik niet een enzymatische peeling. Ah, dat is. Ja, oké. Okay. Ik
Kun jij de wapen verdragen om de stoel in je laten of liever niet? Ja, nou geen probleem. Oké. Omdat ik de manueel eerst in moet zien en dan laten die nog een klein beetje verwarmen. Ja, doe maar zo. One hour later. Wat je hebt gebruikt van reiniging? Dus dat... qua reiniging zijn we de cleansing mousse. Ja. Dus eigenlijk een algemene zo. Ja, oké. Okay. Dat is dan voor de ogen, een oogmake-up remover. Maar ja, echt gemarkeerd waren. Nee, ik had nu niet echt iets op. Dan hebben we de... eerste... Dat zijn de peelings, ja. Peelings, ja. De crystal peel. Oké. Okay. Dan de enzymatische peel. Dat is dan de massageballen. Ja. Het vitamine C-masker. En dan een herstel. Oké, dankjewel. Ik was gisteren even mijn eindshot vergeten filmen, dus daarom doe ik dat nu even. Ik heb gisteren echt genoten van de gelaatsverzorging. Het was echt super aangenaam en ik lag bijna in slaap. Dus ja, moet je niet vragen hoe goed dat het mij deed. Dus het was ook al een tijdje geleden dat ik het had laten doen, dus dat was heel erg tof. Verder heeft ze heel goed hier mijn buisjes. Ik zal hier even... Dus hier mijn puistjes goed weggenomen. Oké, jullie zien nog puisten op mijn kin, maar die waren gisteren echt heel erg neig. Je moet maar een keer bij het beginbeeld zien. Ook hier mijn herfstkorrels. Ja, dat zie je niet zo goed op beeld. Maar die heeft ze dus ook goed weggenomen. Dus dat was ook heel aangenaam. De uitleg van de producten vond ik ook heel goed. Dus ze heeft dat stap per stap uitgelegd. Maar een heel gemakkelijke uitleg dat voor iedereen verstaanbaar is. Dus... ik vond het ook een heel gezellig salon als je binnenkomt. Was het zo niet te groot, niet te klein, maar juist goed eigenlijk. Dus het was voor mij persoonlijk een hele aangename samenwerking en een hele aangename ervaring om daar een gelaatsverzorging te laten doen. Ze doet ook nog tal van andere behandelingen, maar ik zal dat hieronder in de bio bijzetten. Dan kan je een keer een kijkje nemen op haar Facebookpagina of natuurlijk op haar website. Om te zien wat ze allemaal aanbiedt. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Als dat zo is, doe zeker een duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal. Dadaa!